Dus die man moet uit de kast komen. Maar als het over macht en grensoverschrijdend gedrag... Hè, je hebt al een beetje de combinatie beschreven... en dat we eigenlijk die definitie van grensoverschrijdend gedrag... ook niet goed kennen. Ook daar moeten we uit de kast komen. Absoluut. En daarom is het belangrijk... en ik hoop dat madame Mariette Hamer gaat een stem geven... aan de mannen in dat verhaal. En bij Atria, we zijn al mee bezig. Hoe zien de mannen dat ook? Omdat when they have ownership... and the problem, and they become also part of the solution. En wat jij een keertje hebt gezegd, en ik ken je best goed intussen... dus intussen ben ik ook niet meer in shock als jij dingen zegt. Ik kan me best voorstellen dat mensen nu een beetje rode oortjes hebben... als ze zo naar jou geluisterd hebben. Maar je hebt over de hele wereld heb je gewoond, hè, zei ik eerder al. Geboren in Tunesië, maar in Parijs gestudeerd. En je dacht dat Nederland zo vrij was. En toen kwam je hier en... als het over grensoverschrijdend gedrag gaat... Ik las ergens, ik weet niet meer, misschien was het de Volkskrant of het FD... dat als het over grensoverschrijdend gedrag gaat en aanrakingen... dat wij altijd denken dat aanraking over seks gaat. Het is echt. Ik dacht, eerlijk gezegd, ik heb ontzettend veel moeite. Omdat ik. Oké, ik ben opgegroeid in een islamitische cultuur met alleen maar vrouwen onder elkaar. En daar zitten we in de hammam urenlang elkaar te scrubben, te masseren. Dus de fysieke intimiteit onder vrouwen echt is enorm. Dus in Nederland, dat vond ik echt heel schokkend, is dat fysieke intimiteit. En ook vroeger was het minder, maar nu is het echt. Dat fysieke intimiteit onder vrouwen is ook grensoverschrijdend. Omdat als ik praat met een vrouw... en dan doe ik per ongeluk een hand over haar schouders of over haar arm. Nu, aan de ene kant, het is goed dat ik dat reflex ontwikkeld heb. En dan zeg ik, oké, mag ik jou aanraken? Maar aan de andere kant vind ik zo armoedig. C'est de la pauvreté. C'est de la pauvreté émotionnelle. C'est de la pauvreté au niveau de l'intimité. C'est pauvre. Het is gewoon armoedig. En dat is in Nederland wakker gemaakt nu. Het was vroeger in dat Calvinistische cultuur. We hebben ons geëmancipeerd van dat Calvinisme. Maar nu gaan we terug vanaf dat jij, zelfs vrouwen onder elkaar... moet jij continu, soort van mag ik dit, mag ik dat? En dan denk ik, bij Nederland dan wordt het een dubbel lade. Calvinisme en grensoverschrijdend gedrag is een beetje een cocktail Molotov verhaal. En dan zeg je eigenlijk, die man moet zich moet uit de kast komen als het om die emancipatie gaat. Maar de vrouw moet ook dan uit de kast komen als het over die emancipatie gaat. Want wat je eigenlijk beschrijft, wat hieronder ligt, dat is ook schaamte en schuld. Ja, en dat seksualisering van een vrouwelijke lichaam. En dat vrouwen hebben dat geïnternaliseerd. En zij kijken naar zichzelf als seksuele wezen en ook naar elkaar toe. Dus die vrouwen schamen zich ook voor hun lijf. Ze schamen voor de schaamte ook onder vrouwen met hun eigen lijf is enorm. En dus ik denk. Want daar kom je ook achter als je vrouwelijke leiders coacht? Ja, met hun lichaam, met hun. Ze hebben ontzettend veel moeite met body positivity. Ze zijn te streng voor zichzelf. Ze durven zich niet vrouwelijk aan te kleden. Een décolleté ga ik niet aandoen, omdat het geeft verkeerde ideeën. En dan die mannen gaan naar mijn décolleté. En dan denk ik, ja, laat hem maar naar je décolleté kijken. As long as he doesn't touch it, it's okay. So whatever. Zij kijken ook naar mooie bloemen, weet je. Neem het als een compliment en move on. Don't make a point out of it. Dus ze zijn doorgeschoten eigenlijk, zeg je. It's a little bit too much. Het wordt allemaal zo saai af en toe. Wat ik een eye-opener vond, is dat... jij zei dat wij noemen bij vrouwen hebben het over schaamlippen. Ah, quelle horreur, oui. Ik had daar nog nooit over nagedacht. Dan denk ik, wat een stom woord is dat. Er zit ook al schaamte in. Schaamlippen. Oui. Maar dat wordt ook... De grap is, Diana, nu dat je dat zegt... op een gegeven moment ik heb het meegemaakt op een werkvloer... dat een vrouw vond dat ik seksueel grensoverschrijdend gedrag had. Ik vond het best ernstig. Ja. Dus ik zeg soort van, wat? Ik? Grensoverschrijdend gedrag? En ik ben een beetje... Misschien, en die zegt, wat heb ik gedaan tegen die HR? Heb ik met mijn vinger in haar kont, in haar vagina, op haar worsten, in haar oor, met mijn tong in haar mond? Wat heb ik gedaan, grensoverschrijdend gedrag? Ik zit naar de regie te kijken. Sorry. Ik zie maar bon, de rode dus, serieus. Omdat ik vind dat best ernstig. Toen dacht ik, wat heb ik gedaan, in godsnaam? En dan, omdat je hebt een bepaalde taal gebruikt. Ik zeg, wat dan? Ja, je hebt het over schaamlippen. Ik heb het continu over schaamlippen. En ik ga het continu over schaamlippen hebben, totdat het van de vandalen verdwijnt. Dus dat is echt mijn missie in Nederland. Voordat ik doodga, de vandalen heeft nooit meer een woord zoals
schaamlippen. C'est horrible. C'est horrible. Het is een beledigend. Non, c'est une humiliation. Ja. It's a humiliation, vraiment. Wat is die belediging, wat even om serieus te eindigen in de anderhalve minuut die we nog dat hebben? Dat jij als meisje, vrouwen worden opgegroeid van dag één met een onderdeel van hun lichaam, waar zij continu worden verkracht en allerlei ellende die daar gebeurt tussen hun benen, met het idee dat is een onderdeel van je lijf, je moet je schamen. En dan word je verkracht omdat het is een beschaamde deel van jouw lichaam. Dat is op onbewust niveau ook gerelateerd aan dat seksuele geweld tegen vrouwen. Dat is gewoon gewelddadig taal. En is dat, als het gaat over het machtsvraagstuk, ook wat vrouwen in de greep houdt, dat wij daar ook zelf daarin... Ja. Dat vrouwen ook, omdat daarom ook is het belangrijk dat vrouwen agency hebben en dan vrouwen beginnen zelf een narratief te ontwikkelen. Hoe gaat je over je eigen seksualiteit en jouw lijf als vrouw? Leadership nemen en dat narrative discourse over jouw lijf als vrouw. En los dat schaamte loslaten en dat angst met jouw lijf ook loslaten. Omdat als je dat niet doet, blijft ook de man een probleem hebben met jouw lijf. Dus we hebben nog een hele weg te gaan. Zowel de mannen als de vrouwen. Oui, oui, maar daarom zijn we bij Atria voor, toch? Ja. Ik wilde je heel erg danken dat je hier was vandaag. Kawtar Dharmoni, zij is genderwetenschapper en directeur van Atria. Merci beaucoup, merci.